Ja, ik ben natuurlijk vechtsporter, maar het boek is eigenlijk heel veel ruimer. Ik ken best wel veel journalisten, misdaadjournalisten. Sommigen zeiden dus, ja, waarom schrijf je geen boekje op? Want je hebt een goed verhaal, je hebt veel meegemaakt. Maar ik vond altijd wel, ik denk, ja, wat is het verhaal nou? Weet je, ik was al 10 jaar gestopt met vechten. Ja, ik denk, ja, ik ben nog alleen nog beroemd in Amersfoort. Maar ja, ik was alweer gestopt, dus ja, dat vond ik niet zo interessant. Toen kwam kanker en dat is heel gek. Een van de eerste dingen, na de schrik natuurlijk, was nu heb ik wel een boek. Toen ben ik eigenlijk direct gaan schrijven, een soort van dagboek. En hoe ik het beleefde, maar ook mijn jeugd erbij. Dus eigenlijk wel een boek. Ik wist gelijk, nu ga ik een boek schrijven. En ik wist, ja, wist dat is weten. Ik wist ook dat ik ging winnen, dus toen vond ik ook dat ik een verhaal had. Ik was vroeger een klein dikketje, gepest. Nou goed, overwonnen door sport. Nou goed, dan de sport zelf, vechtsport en andere sporten. Kampioen geweest. Ook een beetje tegen de raad van de kennis in. Dat lukte dus ook, wereldkampioen worden. En toen kwam kanker en dat lukte ook. Het vechtsportverhaal van Joop is ook het verhaal van je kunt heel veel bereiken op wilskracht en door hard te trainen en je kunt tegenslagen overwinnen en jezelf opofferingen getroosten als je in een ideaal zit. En toen, daar is op een gegeven moment die extra dimensie tegengekomen of bijgekomen toen hij die MDS, het voorstadium van acute leukemie, kreeg. En vanaf dat moment ook heeft gedacht, ik ga er vol in, ik ga me voorbereiden. En als ik dit overwin, is mijn boodschap van hoop en inspiratie voor andere mensen nog veel sterker dan die ooit kan zijn alleen met vechtsporten. En een verhaal moet goed zijn, smakelijk, smeuïg. En dus ja, een vechtsporter die kanker overwon, dat is te kort door de bocht, denk ik. Het is eigenlijk wel het mens Joop Kasteel. Hoewel ik, dat zeg ik dan ook weer, ik ben natuurlijk de hoofdpersoon in het boek, maar zo voelt het ook niet helemaal. Het gaat erom eigenlijk constant van jongens, kijk eens wat je kan doen. Kijk eens wat je kan doen met je leven. Ga nou gelukkig zijn. Mee OVDDV4, dat is mijn favoriete lijfspreuk, Spaans, van Julio Iglesias. Vergeet niet te leven. Jongens, ga nou leven, zeg ik altijd. Hoe was het om het boek te maken? Hoe ik het vond, ja, heel... er zit niks negatiefs in dat woord. Ik vond het heel intensief. Geweldige ervaring, ik ben leergierig en ik had een andere misdaadjournalist gevraagd om advies, met wie moet ik dat doen? En Bas van Hout, die adviseerde mij gelijk Koen. Dus ja, Koen gebeld, ik ken Koen al 25 of 30 jaar uit de, zeg maar, vechtsportwereld. Nou, Koen is dat allemaal gaan uitdiepen, lezen, herschrijven. En hebben we hier ontelbare keren hier aan tafel hebben gezeten. Soms zelfs om meters te maken. Kwam Koen de hele dag hier, sliep hij daar in de gym. Had mijn vrouw een beetje gemaakt voor ons, sliep hij hier en dan gingen we de volgende dag weer verder. Waar we nu zitten is het zijn gym. En toen hij pas uit de stamceltransplantatie heeft gehad, waarbij je dus eigenlijk helemaal op nul komt qua afweer en weerstand en vermoeidheid. Toen kreeg hij ook weer het advies van zijn artsen. Joop, ga trainen, want dat is beter voor je herstel. Oesh, hij kon het helemaal niet. Hij had 5 trainingschecks aan, 2 broeken. Hij heeft zich in 10 minuten over die 8 meter hier naartoe gesleept en hij is gaan zitten. Hij heeft een dumbbeltje gepakt. Vroeger pakte hij, weet ik, van 35 kilo biceps. Het was 1 kilo, 5 kilo ging niet, 1 kilootje. Hij maakte een setje met een paar keer huilen. Pakte weer op, want hij moest setjes maken. Hij moest bewegen van de arts. Oesh, huilen. En vanaf daar is het beter gegaan, langzaam, heel langzaam. Nee, vanaf het begin waren we het erover eens. Dat heeft ons ook allebei over de streep getrokken. Maar Joop heeft ook een heel dagboek bijgehouden met die gedachte van... Het is meer dan een vechtsportboek, het is een boek over de mogelijkheden... en over de vechtkracht die iemand in zich heeft om tegenslagen te overwinnen... en om een bepaald doel te halen. Of dat nou is een wereldkampioenschap of een mooi bedrijf opbouwen... of genezen van de zwaarste vorm van... kanker die er is, dat pak je. En hoe is het nu met de gezondheid? Goed, heel goed. Ja, is het echt gewoon verdwenen? Voel je er ook geen gevolgen meer van? Verdwenen, dat is eigenlijk het perfecte woord. Genezen durf ik nooit zo uit te spreken. De arts zegt van wel, ik spreek dat liever niet uit. Maar het is weg. En ik zit nu 3 jaar exact na de stamceltransplantatie. Ik moet alleen geen fouten maken. Fouten als in de hele dag in de zon liggen bakken. Liever naar een goed restaurant of uit de supermarkt spullen halen en even zelf koken. Als worden mijn stamcellen afgestoten als ik daar fouten in maak. Ja goed, dat is goed te doen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.